Breda Nu. Je weet het meteen. Ook in Breda start Eet met je hart, een bijzonder project voor eenzame ouderen. We gaan eens binnenkijken. Toast op een hele succesvolle start. Eet met je hart in Breda. We gaan ervoor. Proost! Marieke, het start van Eet met je hart, waarom dit project? Waarom? Omdat de Stichting Eet met je Hart heel graag op zoveel mogelijk plekken in het land waardevolle ontmoetingen wil realiseren voor kwetsbare ouderen. En we doen dat, daar hebben we natuurlijk geld voor nodig. En die fondsen werven we door een mooie restaurantactie, waarin we in Breda heel blij zijn dat we 26 schitterende restaurants hebben gevonden die samen met ons eenzaamheid op de kaart zetten. En middels een vrijwillige bijdrage van 1 euro per tafel rekening. Die fondsen, waardoor wij straks, zodra we die fondsen binnen hebben, deze activiteiten kunnen gaan organiseren. Mevrouw, u bent lekker tomatensoep aan het eten. Smaakt het u? Ja, lekker. En wat vindt u van dit initiatief, van dit plan wat ze bedacht hebben? Dat vind ik wel iets bijzonders. En u wil er ook wel gebruik van gaan maken als er zoiets georganiseerd gaat worden? Ja, absoluut. Ja. En in Breda, als je dit soort initiatieven krijgt, kun je alleen maar heel enthousiast ja roepen. En waarom kun je dat zo enthousiast roepen? Omdat wij ondernemers, organisaties, heel veel studenten, heel veel vrijwilligers hebben waarvan je weet, dit gaat een plekje krijgen in Breda. In Breda wonen heel veel mensen met hart voor de mensen om hem heen, hart voor de stad. Iedereen is een beetje trots op Breda, een beetje verliefd op Breda. Maar we willen ook graag wat voor elkaar doen. En hoe komen jullie aan die eenzame ouderen? Hoe vind je ze? Ja, inderdaad, de mensen die wij moeten vinden en waar we al redelijk mee op weg zijn, zijn inderdaad dus heel moeilijk te vinden. En alleen maar te vinden met het leggen van de juiste verbindingen met de zorg. Thuiszorgorganisaties, ouderenverpleegkundigen, huisartsen, een dominee, een pastoor. Gewoon mensen die weten wie binnen hun wijk zo graag wel weer eens een keertje over die drempel wil komen en met ons op pad wil. Mevrouw, u bent lekker aan het genieten van de tomatensoep. Dat is lekker. Ik heb nog nooit zo vol aan de drank gezeten als nu. Nou, dat is heel fijn dat het zo gezellig is hier dan. Daarom. Vindt u dit initiatief een goed initiatief? Vindt u dit een goed plan wat ze hebben bedacht? Jawel, ik vind het wel. Het is niet gek. Weet je wat het is? Ik kom weer eens een beetje meer onder de mensen. Hè. Ik heb maar één dochter en die woont niet in Breda. Ja, dan zit je veel alleen en ik maak mijn eigen wel op. Mag niet mopperen. Het mooie aan de stichting is dat het een landelijke stichting is. Alleen wel lokaal voor lokaal. Dus we werken met lokale vrijwilligersteams. Elke euro die nu straks hier in de komende 7 weken opgehaald wordt in Breda, wordt ook in Breda besteed.